Met de Revit Cubon ben je verzekerd van bewegingsvrijheid en ventilatie zonder dat je onbeschermd op pad hoeft te gaan. Deze handschoen is speciaal ontwikkeld voor de adventure en de tourrijder die in veel in warmere omstandigheden rijdt. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Revit Cubon, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. De Revit Cubon is gemaakt van de combinatie van geitenleer aan de binnenkant van de handschoen. En het geitenleer is heel sterk en slijt vast, dus het zorgt ervoor dat op momenten dat je komt te vallen, dat de stof dan niet uit elkaar kan slijten. Aan de bovenkant, dus dat zijn de minder kritische delen, is deze handschoen voorzien van het textiel. En het textiel dat laat heel veel wind door en het ventileert dus goed. Dus dat is fijn in de zomer dat je gewoon wat wind door de handschoen heen kan laten. De handschoen is dus gemaakt van een combinatie van textiel en leer. En het zorgt ervoor dat het een prettige combinatie is, zodat je ventilatie hebt op de plekken waar je het nodig hebt, maar ook veiligheid op de plekken waar je die het meest nodig hebt. Aan de zijkanten is de handschoen voorzien van stiknaden en deze naden zijn op een bepaalde manier gestikt, waardoor ze niet open kunnen scheuren bij een eventuele val. Op de kritische delen, dus de plekken waar de meeste druk komt te staan en waar je het asfalt raakt, is de handschoen voorzien van extra dik materiaal. Op de bovenkant van de handschoen zit Seasoft. En Seasoft is een heel flexibel en soepel materiaal tijdens het dragen. Maar op het moment dat je komt te vallen wordt het materiaal heel hard. Waardoor je de val breekt en waardoor de schok dus niet wordt overgedragen aan je hand. Aan de binnenkant zien we Temperfoam. En Temperfoam is heel zacht materiaal. Dus tijdens het rijden zul je hier geen last van hebben. Maar op het moment dat je valt beschermt het wel op de manier hoe het zou moeten. Als we de handschoen openmaken, dan zien we hier een klittenbandsluiting en dat zorgt ervoor dat je makkelijk de handschoen aan kan trekken. En dat deze ook weer makkelijk af te sluiten is, zodat je deze aan je hand kan laten aansluiten. Aan de binnenkant van de handschoen zien we ook kleine ventilatiegaatjes en dit zorgt er ook voor dat op alle plekken waar je eventueel de ventilatie nodig hebt, dat hier ook ventilatie doorheen kan gaan. Nou, wil je deze handschoen nou komen proberen of bestellen, dan ben je altijd welkom in een van onze winkels of op onze website motorkledingcenter.nl. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij Motor Kleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Doe dan je duimpje omhoog. En wil je weten wat jouw perfecte maat motorhandschoen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center TV. Dankjewel voor het kijken.